Het eerste gesprek was vanmorgen met de VHP, de voorzitter van de NEP, de heer Boutersen, is bevestigd aan de voorzitter van de VHP dat de punten die door de VHP zijn ingediend integraal onderdeel zullen gaan uitmaken van het regeerakkoord. Maar wij hadden ook vanaf het begin gezegd dat als het moment zou aanbreken dat de regering haar regeerprogramma zou opstellen, dat wij nog meer issues zouden presenteren. En vandaag is aangeboden dat die ruimte er is om meer issues te presenteren. En we hebben afgesproken dat binnen een week wij de andere issues van ons ook gaan presenteren die opgenomen gaan worden in het regeerprogramma. Naast de lijst die is ingediend is ook toegezegd vandaag aan de VHP dat er ruimte bestaat voor voordrachten van meer zaken die meegenomen zouden kunnen worden na discussie en afstemming en overleg met betrekking tot het nieuw in te zetten beleid. Dus vandaag met het vierde gesprek tussen de VHP is nu geconcretiseerd. Nogmaals, het opnemen van de voorstellen die door de VHP gedaan zijn in het nieuw regeerakkoord. Een ander belangrijk element dat tijdens dit gesprek naar voren gekomen is nogmaals de herbevestiging door de voorzitter van de VHP. Dat deze politieke organisatie er ook naar uitkijkt om zo snel mogelijk door te gaan, te beginnen met regeren van dit land. En dat heel concreet nogmaals is aangegeven dat er geen presidentskandidaat voorgedragen zal worden door de VHP. Omdat zij willen dat we zo snel mogelijk de regering vormen en door kunnen gaan hiermee. En nogmaals de ondersteuning hebben toegezegd om versneld Suriname weer op spoor te brengen van normaal regeren. Voor ons zijn kandidaten presenteren op dit moment van ondergeschikt belang. Wij willen dat het land ontwikkeld wordt. En dat was mijn boodschap ook vandaag. Wij willen zo snel mogelijk oplossing hebben. We kunnen ook onze kandidaten presenteren en een VVV hebben, misschien in september. Maar het land heeft op dit moment onmiddellijk aanpak nodig van al de problemen. We kunnen vertraging ook creëren. We weten wat het resultaat gaat zijn. Maar wij zeggen, wij willen zo snel mogelijk, zo efficiënt mogelijk, dat de regering de problemen van de samenleving gaat aanpakken. De problemen van de ondernemers gaat aanpakken. Veiligheid brengt naar die samenleving. Dat er geen devaluatie plaatsvindt. Dat ook gezorgd wordt dat investeerders met een goed gepresenteerd vertrouwenwekkend beleid, maar ook een goed kabinet, weer hier gaan investeren. En daarvoor hebben we een regering nodig die snel kan handelen.